Suriname en Barbados zullen de samenwerking op agrarisch gebied verder versterken. Dat zei premier Mia Motley vandaag op een persconferentie op het presidentieel paleis. Motley is voor een driedaagse werkbezoek in Suriname. Ze kwam zondag 17 november aan en sluit haar bezoek vandaag af. Motley benadrukte dat Suriname geografisch gezien heel voordelig ligt ten opzichte van de Caribische eilanden. Daarom heeft Suriname ook een voorsprong op landbouwgebied. Een van de directe resultaten van haar bezoek is dat er een landbouwtraining komt, bestemd voor Barbadianen die in Suriname wonen. And we therefore will be looking for initially 25 farmers in traditional cultivation and I believe 12 to 15 in the aquaculture. And we will be working to start with that process. Separate from that, we've also agreed to export the black belly sheep and to have Suriname work with us because we believe that we can significantly expand the number of sheep that we are raising. And for the record, Minister Walker is a doctor and continues to advise me that our black belly sheep is actually healthier for you than most other forms of lamb because it is leaner. And any of you, once you've tasted it, you don't want to eat any other type of lamb after you've had Bajan black belly. President Bouterse zei dat bij het eerste bezoek van Motley vorig jaar er al verschillende afspraken waren gemaakt om de samenwerking tussen beide landen te verstevigen. Een van de resultaten van dat bezoek was dat de ondertekening van het Brokopondo samenwerkingsprogramma. Er werd een special envoy van Barbados voor 6 maanden. Hier gestationeerd, zodat we iemand aan de grond hadden om zaken mee te doen. In augustus 2019 gaat Barbados of wilde Barbados opzetten een botanical garden, zijn naar hier gekomen. De technische mensen zijn hier gekomen natuurlijk om de visie te bekijken, samen met elkaar. En het heeft weer geresulteerd in een business event welke Barbados heeft georganiseerd, waar er in oktober 2019 waar er rond 400 deelnemers waren. En de item was, hoe doen we zaken met Suriname? En de prime minister zei het al, we zien daar mogelijkheden van zo'n 5 miljard daar liggen, waar wij, als we het op een professionele wijze doen, kunnen beide landen ervan profiteren. Tot zover president Desi Bouterse vandaag op een persconferentie. Hij sprak over het bezoek van premier Mia Motley van Barbados aan Suriname. De persconferentie is gehouden op het presidentieel paleis.